Geen pilletje meer bij een depressie, maar een resetkuurtje voor de hersenen met behulp van magneten. Dat klinkt voor u misschien als science fiction, maar volgens wetenschappers is zo'n hersenbehandeling dichterbij dan we denken. Eerste resultaten met patiënten zijn bemoedigend en positief, maar de farmaceutische industrie die voelt er maar weinig voor om het slikken van een pil te vervangen voor een bezoek aan de Brain Clinic. Ik dacht dat dat niet kon. Bewijs is hier. Ik heb het toch gedaan, dus. En je bent rustig in je hoofd? Ja. Dat zoiets mogelijk is eigenlijk door... Ja, daar was ik wel verbaasd over. En hoe het exact werkt, technisch gezien, daar begrijp ik nog niet zoveel van. Dagmar Timmers, voorheen een doorsnee psycholoog. Nu werkt hij bij Brain Clinics, een bedrijf dat alternatieve behandelmethoden aanbiedt en onderzoekt voor ADHD en depressies. Daarbij worden hersengolven beïnvloed. Ik was behoorlijk sceptisch. Ik dacht van, volgens mij kan het niet. Ik denk niet dat het brein zo makkelijk beïnvloedbaar is. Hij werd op het spoor van Brain Clinics gezet door de familie Kieboom. Nu is het daar weer rustig, maar hun zoon Remy was 3 jaar geleden nog een onhandelbare ADHD-patiënt. Ik stond overal onvoldoende voor. Het was een wonder dat ik nog in die tijd ben overgegaan naar de volgende klas. Jaren was Remy al aan de pillen om het hoofd een beetje rustig te krijgen. Zijn moeder had gelezen dat Brain Clinics een methode aanbood waarbij een deel van de hersenen door training wordt gereset. En belde zijn toenmalige psycholoog. Die had zijn bedenkingen. Wat doe je nou eigenlijk? Is het nou wel goed bewezen? Zijn de technieken er wel klaar voor? Dus eigenlijk een beetje de gebruikelijke argumenten. U geloofde nog heilig in de pillen, de Ritalin, de antidepressiva? Ja. Toch nieuwsgierig geworden bracht hij een bezoek aan Brain Clinics en zag hoe van elke patiënt een hersengolfmeting werd gemaakt. Directeur Martijn Arends gaf uitleg. Nou, wat we hier kunnen zien is de hersenactiviteit van iemand. Dus we kunnen zien waar wijkt de hersenactiviteit nou exact af. Waarbij je dus inderdaad objectief kunt vaststellen wat er mis is in de hersenen. Dagmar Timmers besloot met Remy aan de slag te gaan en deed bij hem ook een hersenscan. We zagen echt bij Remy dat die voorkant van zijn brein helemaal rood oplichtte in dat QEEG. Dus dat was echt afwijkend. Dat was veel te veel activiteit. Was het heel extreem? Hij was een vrij extreem voorbeeld ervan, ja. Remy werd getraind zelf zijn hersengolven te beheersen in plaats van een pil in te nemen die hetzelfde doet. Probeer die blauwe balk zo goed mogelijk omhoog te krijgen en de groene balk omlaag. Ik mocht zelf muziek uitkiezen. Dan is er een balkje op je scherm en die komt, als je het goed doet, niet boven een bepaalde streep. En dan kan je heel het muziekje afluisteren. Als je daar wel elke keer boven komt, dan hapert die detail. En op het laatst kon ik het bijna helemaal afkijken zonder haperingen ertussendoor. Je vindt eigenlijk steeds makkelijker de weg terug? Ja. En dat doe je nu automatisch? Ja, blijkbaar. Ik heb het zelf niet eens meer in de gaten. En dat doet Remy nu al 2 jaar zonder therapie. Toch schrijven veel artsen liever een pil voor dan deze, zoals het heet, neurofeedback. Het is simpeler, het is eenvoudiger. Het is een kwestie van een glaasje water pakken en je hebt het gedaan. Dennis Schutters doet als psycholoog onderzoek naar alternatieve methodes aan de Universiteit van Utrecht. Er zijn gewoon bestaande middelen die in een bepaalde groep mensen gewoon effectief zijn. Dus waarom zou je dan per definitie gelijk verder zoeken? Het wordt pas interessant als bijvoorbeeld mensen zeggen, ik heb vervelende bijwerkingen van de medicatie, is er niks anders voor mij? Psycholoog Dagmar Timmers is inmiddels overtuigd van de nieuwe techniek. Oké, daar gaat hij komen. Zozeer dat hij inmiddels een dependance van Brain Clinics is geworden en ook behandelingen aanbiedt die nog veel verder gaan. Zo? Oké. RTMS of TMS heet het in het vak. En hierbij worden de hersenen niet getraind, maar met magnetische stootjes gestimuleerd of afgeremd. De hersengolven worden dus eigenlijk van buitenaf beïnvloed. En wat ik zelf ook merkte op het moment dat ik met RTMS begon, is dat je als psycholoog opeens eigenlijk over die passieve behandeling heen gaat en echt actief in gaat grijpen in het levend brein. Je bereikt echt iets in dat brein. En jij doet dat, niet de cliënt zelf, maar dat apparaat beïnvloedt het brein. En ik denk dat dat toch ook voor psychologen ook wel een stap is. Dat is eng, hè? Ja, dat is best eng, ja. Daar waar met de behandeling van depressie zo'n 40-50% slechts reageert op antidepressiva, denk ik dat je door middel van deze prognostische aanpak uiteindelijk een groter percentage
kunt behandelen. En wat we in onze praktijk ook zien is dat zo'n 70-80% van de patiënten effectief behandeld kan worden met de methode die we gebruiken. Nina Wieberens kampt al 19 jaar regelmatig met depressies. Als een therapie al aansloeg, was het niet voor lang. Tot ze bijna 2 jaar geleden weer bij een therapeut was. Die adviseerde mij medicijnen te gaan gebruiken. En dat wilde ik per se niet. Dus toen ben ik zelf op zoek gegaan naar een alternatief. Ze kwam bij Brain Clinics in de stoel terecht. Komt-ie. Hoe is het gegaan de afgelopen week? De RTMS wordt bijna altijd gedaan samen met een gewone gesprekstherapie. De magnetische stimulatie werkt op zijn best namelijk maar een half jaar. En wat we eigenlijk met die RTMS doen, door dat ook te combineren met een stukje psychologische hulpverlening, is dat je die fysieke kant aanpakt, hè? Die kant van hersenen, de processen die daar niet helemaal lekker lopen, maar dat je de mensen zelf ook weer helpt om dat in stand te houden. Wat me nog heel goed bijstaat, is dat ik na een aantal behandelingen, ik kan niet exact zeggen hoeveel, maar de eerste behandelingen al meteen een lichamelijk een resultaat voelde, zeg maar. Ik ging beter slapen. Ik voelde me ook echt minder vermoeid. En door die RTMS-behandeling kun je mensen gewoon in 6 weken tijd van hun depressie afhelpen. En dat is ten opzichte van medicijnen natuurlijk gigantisch. Dennis Schutters van de Universiteit Utrecht onderzocht de methode, maar waarschuwt juist voor te veel optimisme. Het is veel te complex. En een aantal mensen die zullen ongetwijfeld ook helemaal geen baat bij hebben. Dat hebben wij ook gezien. Er zijn mensen die hebben gestimuleerd en behandeld. En daar werkt het gewoon niet bij. Dus die mensen zijn nog even depressief als eerst. De methode, zo blijkt uit zo'n onderzoek, is in ieder geval niet schadelijk. En de effectiviteit gelijk aan antidepressiva. Ondanks dat voorspelt Schutters dat artsen nog wel een voorkeur voor pillen zullen houden. Ze vinden de methode tot nu toe erg arbeidsintensief. Artsen die hebben daar gewoon geen tijd voor. Die hebben een kliniek die ze moeten draaien en daarnaast moeten ze mensen stimuleren. Ja, een pil is dan toch echt net iets makkelijker. Ja. En zolang de effectiviteit van zo'n TMS niet overtuigend is bewezen, ja, dan, ja, waarom zou je dan per definitie gelijk omschakelen? Maar de gloort hoop. De farmaceutische industrie verliest interesse in de antidepressiva en ADHD-pillen. De patenten lopen af en daarmee de winstgevendheid. En dan wordt het pas interessant om geld te steken in onderzoek naar alternatieven. Ik hoop dat het in de toekomst gewoon betekent dat we eerder doorpakken naar alternatieven en niet wachten totdat het grote geld er niet meer mee te verdienen is. Dat je gewoon kijkt naar de cliënt en niet alleen naar het geld dat er te verdienen valt. Ik denk dat dat een belangrijke les is die hier uitgetrokken kan worden.